Samuel Armenteros, eventjes terug in Almelo. Ja. 3 periodes bij Heracles geweest. Hoe bevalt het op dit moment in het verre oosten? Natuurlijk heel anders. Op dit moment, ik ben nu een week in Zweden geweest. Wat familie en vrienden gezien en die ik ook een halfjaartje niet heb mogen zien. Eergisteren hier aangekomen. En hier gelijk ook wat oude teamgenootjes en vrienden en buurman en iedereen nog een beetje zien. En ik was gisteren ook bij de training. Iedereen in het stadion nog even groeten, et cetera. Dus het voelt zeker goed om weer hier terug te zijn. Ik heb begrepen dat jij je contract in Saoedi-Arabië hebt laten ontbinden. Klopt, klopt. Vorige week heb ik het contract ontbonden. Het was origineel tot juni. Zat ik dat niet helemaal zitten. En ben ik toch liever dichter bij huis gaan voetballen de laatste paar jaar. Dan gaan we 1 en 1 bij elkaar optellen. En dat betekent dat hier in Nederland is nog 4 dagen de transferwindow open. Dat klopt. Nog 4 dagen is het hier open. En Heracles die zoekt spelers die er direct kunnen staan. Komt er een 4e periode voor Heracles Almelo bij? Dat denk ik helaas niet. Ik heb dat meerdere malen meegegeven. Bij Heracles bij mij bij de deur knopt, dan is het nooit een vraagteken bij mij. Het is ook zo dat omdat ik mijn contract heb laten ontbinden en ik dan geen transfer zou maken van 1 club naar een andere, mag ik ook per 1 februari of 2 februari of 10 februari bij een club tekenen en speelgerechtig zijn. Dat is ook in mijn voordeel. Maar we zullen even kijken. Op dit moment heb je geen nieuws of te vertellen helaas waar het gaat worden. Maar hopelijk snel wel. Is er belangstelling voor clubs uit Nederland? Ja, het is wat interesse geweest, ja. Ja. Maar dat betekent dat je daar nog rustig over gaat nadenken? Ja, het is even overwegen. Kijken van hoe of wat. Op dit moment, ik heb gezegd ook dat ik deze 2-3 dagen dat ik hier ben, wil ik niet bezig zijn met andere dingen. En juist nu gaat het, zijn we hier met het gezin en willen we zoveel mogelijk tijd over hebben voor iedereen weer zien die ik niet sinds afgelopen zomer heb kunnen zien. En hierop focussen en hier zoveel mogelijk van kunnen genieten. En in mijn hoofd voor de rest van mijn leven kunnen opnemen op een of andere manier. Dit wil je niet. Dit heb ik met me mee voor de rest van mijn leven, wat we vanavond gaan beleven. Je bent 3 periodes bij Heracles geweest. Wat was de mooiste periode? Ja, het zijn verschillende periodes. Je kan het niet vergelijken. Kijk, een kampioenschap is natuurlijk heel mooi. Maar ja, is het mooier dan die grotere wedstrijden in de Eredivisie? Natuurlijk, qua moment zou ik dat zeggen. Maar ja, hier heb ik ook mogen debuteren. Bijvoorbeeld in de Eredivisie. Dat was ook een prachtig moment voor mij en mijn eerste doelpunt in het shirt van Heracles. Er zijn zoveel mooie momenten die ik kan herinneren. Dus ik zal niet mijn vinger op 1 moment zetten. 188 wedstrijden voor Heracles gespeeld. 71 doelpunten gemaakt. 71 maar? Dat kan kloppen inderdaad. Het begon nogmaals als 19-jarige jongen en dan 2017 kwam ik 1 jaar terug. Afgelopen seizoen dat ene jaar. Dat zou wel kloppen. Maar inderdaad, 188 wedstrijden, dat is natuurlijk heel wat. Ik ben trots om het logo op mijn borst te hebben mogen dragen door de jaren heen. Net niet alle tijden topscoren, denk ik. Maar in ieder geval mijn best gedaan. Hoe ziek was je van het feit dat je niet bij Heracles kon blijven? Ja, dat deed wel even pijn. Dat zeker. Het is meer de verandering en hoeveel we het naar ons zin hadden hier. En hoe goed we op ons plek zaten hier met het hele gezin. En dan heb ik het over het hele plaatje. Het is en kinderen die hier worden geboren en kinderen op school en beste vrienden en het huis waar je je veilig voelt. En
En dezelfde weg naar de training, naar je werk elke ochtend. En je kent het allemaal en de mensen kennen jou. En de... Dus het is een bepaald gevoel die ik altijd heb gehad bij Almelo. Dat familiaire club. En dat voel ik ook om alles er rondomheen. En de mensen waar je hele sterke banden mee maakt door de jaren heen. Dus ook al was het maar een jaar vorig seizoen... voor de derde keer weer terugkomen voelt het. En met mijn leeftijd ook erbij. Dan voelt het, dan wil je natuurlijk iets meer stabiliteit en iets meer vastigheid in bepaalde dingen in het leven. Dus dat voelde je wel anders dan de vorige keren, wanneer je iets jonger was. Je maakt 17 doelpunten in één seizoen. Je bent clubscorer voor het seizoen van Heracles Almelo. Waarom vraagt de hele supporterschare zich af... Gaan we niet door met Samuel Armenteros? Want we hadden jou de eerste helft van deze competitie hard nodig gehad. Ja. En je bent nog maar 33. Ja, inderdaad, nog maar. Dus hartstikke jong, begin net. Goed. Misschien verkeerde persoon om die vraag aan te stellen. Waarom ga je niet met mij door? Het is meer dan alleen voetbal. Het is ook commercieel. Het is ook een bedrijf. Het is ook, wees aan mij, ga je niet veel geld verdienen richting de toekomst. Dat is ook waarschijnlijk een logische reden. Weet je, iemand van 22 die het goed doet, zou je op een andere manier kunnen verkopen. En een goede zaken mee doen dan volgend jaar of zo, wanneer ik 34, 35 ben. Voor mij natuurlijk fantastisch, maar... hoe meer ik speel, hoe minder iemand anders natuurlijk ook kansen zal krijgen om het goed te doen in het veld. En door de prestaties doorverkocht te kunnen worden. Dus dat lijkt me ook een logische reden waarom je op een gegeven moment ook een verandering moet maken. En één dag komt het voor iedereen. Komt die dag wel wanneer je een verandering in je leven gaat zien of wanneer je die kan verwachten. En kan je het bijna niet mooier afsluiten dan met een kampioensfeest. Iedereen een knuffel geven, elkaar in het gezicht kijken en heel hard schreeuwen en lachen en zingen. En met de mensen van Almelo hier op die manier vieren. Dus wat dat betreft is het ook een hele mooie afscheid geweest van mij afgelopen zomer. Dat is de hoogtepunten van de hoogtepunten natuurlijk. Kijk even naar de toekomst. Wordt het Nederland of wordt het toch weer buitenland? Dat weet ik niet. Dat kan ik ook niet. Wat ik liever wil is natuurlijk, ik ben zelf Zweeds. Ik heb nooit op hoogste niveau in Zweden gespeeld. Dus dat is ook een ambitie van mij geweest, ook een mogelijkheid. En natuurlijk in Nederland, hier voel ik me ook thuis. Is het niet bij Heracles, dan zou het bij een andere club misschien een mogelijkheid zijn. Maar ik weet het oprecht niet op dit moment. Wat ik kan zeggen, Samuel Armenteros, ik heb jou leren kennen als een fantastisch man. En ik hoop van ganse harte dat je een hele mooie voortzetting van je carrière krijgt en een mooie club vindt. Dankjewel, dat raakt me een beetje. Mooi man. Oké, toppie. Bedankt. Dankjewel. Nou,